Hallo allemaal. Hallo. Leuk dat jullie kijken naar ons vlog. Ditmaal in het Nederlands, want onze reis in Indonesië is na dit weekend afgelopen. 2,5 week, maar het voelde eerder als 2 maanden in Indonesië. En Her en ik hebben met elkaar afgesproken dat we elkaar 5 vragen gaan stellen. En die gaan we dan zelf beantwoorden. Maar die gaan we natuurlijk eerst door de ander laten beantwoorden. En op die manier proberen jullie een beetje mee te nemen in hoe de reis naar Indonesië ons twee is bevallen. En Herre, ik zou zeggen, brand los met de eerste vraag. Ik bijt het spits af. Robert, wat is je top 3 van de mooiste momenten in Indonesië? Top 3 van de mooiste momenten? Ik denk op de derde plek de jungle. De safari-tocht. En ik denk dat nummer 2 en nummer 1 dat heel lastig is. De Rinjani vond ik echt heel mooi. De vulkaan die we beklommen hebben. Ja. Volgens mij was dat ook jouw mooiste moment, maar ik wil niet... Daar vooruit lopen en mooi, ja, niet zozeer mooi, maar wel bijzonder, vond ik toch wel de sloppenwijk van Jakarta. Om daar rond te lopen en te zien hoe mensen daar leven. Mm-hmm. Maar vooral ook om even een lach op het gezicht van die kinderen te toveren. Mm-hmm. Ik vond het zo'n bijzonder moment om daar te zijn. Ja, en natuurlijk in het geboortedorp van mijn opa. Dus dat vond ik wel het mooiste moment. En die van jou, top 3. En ik, ja, jouw nummer 1 staat bij mij op 3. Okay. De sloppenwijken en de kinderen daar. Ja. De nummer 2 voor mij was de jungle. Dat we oog in oog stonden met zo'n wilde orang-oetan. Ja. En wat voor mij echt de nummer 1 toch wel was de Rinjani vulkaan. Ja. Nou ja, dat het gewoon zo zwaar is en uiteindelijk toch met een hele grote groep we elkaar doorheen hebben gesleept. En ja. Ook het uitzicht daarboven was echt prachtig, echt heel indrukwekkend. De zonsopgang en het meer. Dat vond ik echt fantastisch, ja. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook wel hoor. Ik heb je heel veel vervloekt. Mm-hmm. Ook onderweg naar boven. Want mm-hmm. Ik had helemaal geen zin om die vulkaan te gaan beklimmen. Nee. Maar Herre heeft me overgehaald. En uiteindelijk ben ik toch wel heel blij dat ik het gedaan heb. Ja. Het is wel een moment wat je bijblijft. Ja. Het is heel erg blij hangen, ja. Ja. Dus ik raad iedereen aan van als je in Indonesië bent, beklim de Rinjani. Ja. Nou, dat is helemaal super. Ja. Dan moeten we volgens mij door naar de volgende vraag. En die pak ik er even bij. Want we hebben de vragen gewoon opgeschreven, dus dat maakt het een stuk makkelijker. De tweede vraag is de mooiste ontmoeting die je hebt gehad. Daar was ik wel benieuwd naar. Ben je nou iemand tegengekomen of je denkt, hey, die persoon is me echt bijgebleven? Dat misschien nog niet eens zo, maar wat ik wel heel leuk vond, ik heb natuurlijk een hele bijzondere naam, Herre. Ja. Wie heet het nou Herre? En wij waren in de slums, de ghetto van Indonesië. Ja. En toen was er een meisje en die heette niet Herre, maar Herra. Ja. En vond ik wel heel bijzonder, ja. Dat zou ik niet zo snel vergeten. Nee, ik kan me ook goed voorstellen. Ja, dus dat was voor mij de meest bijzondere ontmoeting. Ja. En voor jou? Ja, de meest bijzondere ontmoeting. We hebben natuurlijk echt heel veel mensen ontmoet. Eigenlijk van overal, van de Gaza-strook tot Amerika, tot Engeland, tot Duitsland. Noem ze gek niet op. Overal kwamen ze vandaan. Ja, gisteren hebben we echt iemand ontmoet uit de Gaza-strook. Maar een bijzondere ontmoeting vond ik toch wel met Adam. Uit Amerika, die hebben we ontmoet onderweg naar Chili. Die fantastische reis die we beschreven hebben in een van onze eerdere vlogs. Dat vond ik gewoon heel leuk om te zien. Die jongen is 18 jaar en die reist de hele wereld over. En ik herkende mezelf daar een beetje in van een paar jaar geleden. Dat ik dacht van, je hebt zoveel plannen, zoveel ideeën en op den duur ga je toch een bepaald leven leiden, zeg maar. Ja. En die jongen staat er nog helemaal, helemaal leeg in van, ik ga gewoon de wereld ontdekken. Ja. Ja, dat vond ik helemaal te gek. Fris en naïef. Ja, fris en naïef inderdaad. Ja. Klopt. Vraag 3. Wat vond je mooi aan Indonesië? Wat vond ik mooi aan Indonesië? Ja. Ik denk vooral de mensen. We zijn op heel veel plekken geweest natuurlijk. Mm-hmm. Heel veel verschillende eilanden. Volgens mij 5 eilanden in totaal. Mm-hmm. En je merkt gewoon dat mensen heel vrolijk en enthousiast zijn. Iedereen probeert met je mee te denken. Tuurlijk maak je ook al mindere mensen mee, maar die mm-hmm. kom je overal wel tegen. Maar mensen zijn heel behulpzaam. Iedereen is bereid om je ergens mee te helpen. Vriendelijk, klagen bijna nooit. Nou ja, we hebben in de sloppenwijk gelopen. Er slapen mensen gewoon 2 meter met hun hoofd van een treinspoor af. En je ziet ze nog niet klagen. Je ziet ze nog je welkom heten en heel mm-hmm. vriendelijk zijn. Dus ja. Wat dat betreft is dat wel is dat het wel voor mij. En voor jou? Ja, wel hetzelfde eigenlijk. Beetje saai, maar... Ik vond hoe positief en warm ze hier zijn, dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. En waar ik ook heel erg van genoten heb als georganiseerde Nederlander is de chaos die hier altijd heerst. Ja. Vond ik stiekem wel heel erg leuk dat veel dingen eigenlijk gewoon net niet helemaal goed gaan. Nee.
En dat je soms echt denkt van wat zijn we nu weer allemaal aan het doen. Maar klopt. Dat maakt zo'n reis in Indonesië ook wel weer heel erg mooi aan de andere kant. Ja, ben ik met je eens. Ik heb er wel aan moeten wennen. Ja. Ja. Ik ben helemaal van de structuur en planning en alles moet goed. En ja, dat moet je hier loslaten. Kom ik zo nog op terug. Anders kom je niet bij. Maar... Nee. Ja. Nee, helemaal goed. Nou ja, we hebben het nu over hele positieve momenten. Maar ik neem aan dat je ook wel een minste moment hebt gehad deze vakantie. Ik heb zeker een minste moment gehad, ja. Dat was de reis van, we hebben natuurlijk ook gevlogd, van Bali naar Lombok op de boot. Ja. Toen werd meneer in eerste instantie een beetje zeeziek. Ja. Oh, niet een beetje, ook voelde een potje slecht. Zeg, nou, je was nog blanker dan normaal, Blanquito. Ja. En nou ja, toen raakte ik tot overmaat van ramp ook nog mijn telefoon kwijt. Ja. En dat duurde ook allemaal, van die strontverkopers die ons allemaal strontbananen proberen te verkopen. Nou, dat, uiteindelijk kunnen we er heel erg om lachen, maar dat was een pittige tijd. Ja, dat was inderdaad niet leuk. Ja. Nee. Ja, dat was voor mij eigenlijk niet het minste moment van de vakantie. Mijn minste moment was eigen moment waarop ik ziek werd. Waarop ik in één keer overal bulten kreeg. En dat was vlak voordat we naar de jungle zouden gaan. En ik dacht van, oh nee, dit ga je niet menen, wat is er aan de hand? Ja. En uiteindelijk ben ik in de jungle nog naar een soort van arts geweest. Mocht het niet eens een arts noemen eigenlijk. Ze noemen het echt een nurse, zeg maar. Je mag hier geen dokter zeggen. En die zei van, ja, je hebt de rauwe kip gegeten. Tenminste, die symptomen heb je. En ik ben toch de jungle in gegaan en ik voelde me eigenlijk prima. Ja. Alleen, ik zag er niet prima uit. Maar uiteindelijk zijn we na de jungle toch weer teruggegaan naar Medan. En toen kwamen we terug in het guesthouse. En toen zei de eigenaresse van het guesthouse van, jij gaat nu mee naar het ziekenhuis, want het is niet goed. Dus we zijn heen gegaan en toen dacht ik toch wel even van, oh shit. Je zit in een vreemd land, je spreekt de taal niet, je weet niet hoe de ziekenhuizen hier zijn. Dus toen dacht ik wel even van, nou, dit zal toch niet mijn vakantie gaan verpesten. Maar nee. Uiteindelijk is het gelukkig allemaal goed gekomen. Ja. En hebben we gewoon alles kunnen doen. We leven nog. Precies, ja. Dat is een mooi bruggetje. Ben je knijpen? Ja. Nou, ja. Dan gaan we nu over naar het grappigste moment. En dan geef ik eerst het woord weer aan meneer De Wit. Het grappigste moment, meneer Van Hulten. Nou, het grappigste moment voor mij echt by far. Wij gingen op een gegeven moment naar de Rinjani-vulkaan. Naar het startpunt. En wij zouden om 5:15 zouden worden opgehaald bij ons hostel. En die man kwam er niet opdagen. En op een gegeven moment heb ik zelfs nog gebeld met de baas. En dat duurde een half uur. Wij dachten, we zijn toch niet opgelicht. Hè? Het zullen ons toch wel echt opkomen halen. En uiteindelijk kwam er dus iemand. Die kwam ons ophalen. En die man die deed al een beetje raar in de auto. Die maakte al wat gekke geluiden. En op een gegeven moment waren we een tijdje onderweg. En in één keer zet hij de auto langs de kant van de weg. En wij denken, wat gaat die man doen? Ja. En die man stapt uit. En die loopt naar voor de auto. En die gaat gewoon fitnessoefeningen doen. Die ging zich opdrukken en... die ging zich nog even strekken en een half uur later stopte hij nog een keer omdat hij de zonsopgang wilde zien. Terwijl dat we echt veel te laat waren. Al die mensen waren kwaad van waarom zijn jullie zo laat. Dus dat vond ik echt wel heel hilarisch. Ik dacht van, hoe kan dit? Wij hebben ons echt kapot gelachen in die auto inderdaad. Ja. Ja. Het enige wat ik dacht was, waar is de verborgen camera? Ja, zeker. En bij jou, het grappigste moment? Ja, als je niet van ordinair houdt, zou ik nu even een halve minuut niet kijken. Je hebt in Indonesië soms te maken met ongemakken. Wij hebben gewoon normale wc's hier, hier soms ook wel, maar soms heb je van die Franse hurk-wc's, die kennen jullie waarschijnlijk wel. Dat je lekker op de hurken moet. Ja. Heel erg vreselijk, ja. En normaal zijn die gaten nog wel redelijk groot, maar we hebben net de jungle toch gehad en dan krijg je een partij voedsel en zo. Dus het was wel niet helemaal lekker, zeg maar, in het maagje. En toen moest ik naar zo'n wc. Nou, echt, het was denk ik zo'n klein gaatje waar je moest richten. Ja. Ik dacht, nou ja, het zal er wel op gemaakt zijn, dus ik ga het gewoon proberen. Ja. Ik denk dat ze nog steeds wakker liggen daar. De rommel is overal brand, behalve in dat gatje zelf. Maar wij hebben er smakelijk om gelachen, maar ik denk, zij niet daar, nee. Ik denk het niet, nee. Nee. Je hebt het toch wel een beetje geprobeerd schoon te maken, of niet? Geen commentaar. Ik wil het niet eens weten. Ik ben blij dat ik daar niet naar de wc ben geweest. Dat is dan weer een positief moment. Maar ja. Oh jee. Nou, dat lekker. Volgens mij moeten we door bij de volgende vraag. Laten we maar doorgaan. Voor het geval dat de kijkers nog niet uitgeschakeld hebben. Nee. Vraag 6. Het lijkt me wel leuk om te weten, wat is nou het meest verrassend geweest aan elkaar? We kennen elkaar nou natuurlijk al 10 jaar. Ja. Maar heeft je iets verrast aan mij deze vakantie? Zeker.
Wat jij net zelf al zei, je bent natuurlijk een man van organisatie en van structuur. Ja. Dus ik vond het ook wel spannend op het begin van samen backpacken, hoe zal het gaan. Kan ik me voorstellen. Ja, ja. Maar dat heeft me heel erg positief verrast, moet ik zeggen. Hoe je bent omgegaan met de totale chaos die soms heerst inderdaad. Iedere dag weer. Ja. Chaos. Je kon dingen loslaten ook naar mij toe, loslaten naar mensen toe hier. Op een gegeven moment had je geen idee meer welke dag van de week het was. Nee. Dus nee. Dat gebeurde ook niet vaak. Nee. En je bent al aan het nadenken over je volgende backpackavontuur. Dus dat heeft mij wel heel erg verrast, ja. Oké, nou ik heb de smaak wel te pakken inderdaad. Ja. Ja, ja. Nou, wat me over jou heel erg verrast heeft, is dat je in heel veel situaties heel rustig bleef. En op een gegeven moment, dat vertelde je net al, dat je telefoon gejat werd. Dat was geen leuke situatie. Dat we in een auto terechtkwamen van we dachten die valt uit elkaar. Mm-hmm. En ik ben dan af en toe nog wel wat temperamentvol van jongens, dit kan toch niet en we kunnen toch niet in deze auto. Mm-hmm. En Harris zat lekker met zijn hoedje achter die auto zo een beetje te kijken van, ik vind het eigenlijk allemaal prima. Ja, ik geloof er wel van. Ja, ik ben dan echt, ik kook dan van binnen zeg maar, mm-hmm. tijdens zo'n reis. Maar ja, jij blijft dan heel rustig. En ook als we bij de Rinjani naar beneden klimmen en ik ben helemaal gefrustreerd omdat ik altijd plat op mijn neus ga, dan blijft hij gewoon rustig. Sommige mensen zouden zeggen, Robert, hou je kop. Mm-hmm. Maar jij bleef gewoon heel rustig. Dus dat is me in hele positieve zin bevallen. Mooi. Ja. Eens kijken. Wat was je grootste ergernis aan het land? Mijn grootste ergernis? Ja, hier in Indonesië. Nou, dat zal ik je vertellen. Wij sliepen natuurlijk elke dag in hostels en gasthuizen. En af en toe was dat heel dicht in de buurt van de moskee. En helemaal niks ten nadele van een moskee of moslims of wat dan ook. Maar elke dag om 5 uur begon het gebed. En het gebed was zo dermate hard dat je gewoon wakker was. Dus dat betekent dat je gewoon je hele backpackavontuur gewoon wakker wordt van de moskee. Op een gegeven moment zaten we op de Rinjani, daar hoorden we zelfs de moskee. We zaten in de jungle, daar hoorden we de moskee. En, mm-hmm. Af en toe denk je daar wel van, mag ook wel een dagje. De kleren die zeggen ja. Van die mensen met een lelijke stem die je niet kan denken, zeg maar. Ach, ja. Verschrikkelijk. Ik heb wel heel hard gelachen om de moskee in Gili, want toen kwamen we erachter dat een bandje was, want die liep 2 keer vast. Dus dat was dan wel weer grappig. Dat was wel mooi, ja. Maar nogmaals, helemaal niks ten nadele mm-hmm. van moslims of moskees of wat dan ook. Maar dat is me wel heel erg opgevallen. Ja. 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 En hoe zit dat bij jou? Ja, Nasi Goreng. Oh, kan ons dat echt de fucking strot uit. Dan kwamen ze weer en dan bestelde je mie. Ja. Ik denk dat wel 3-4 keer gebeurd is. Ja. Mie of noedels of zo. En dan kwamen ze toch weer met die vieze, gore Nasi Goreng aanzetten. Ja. Nou, ja. Oh man. Ja. Ik moet zeggen, de eerste dag dat we Nasi Goreng hebben gehad in Jakarta, dat was echt een heerlijke Nasi Goreng. Maar op een gegeven moment, als je dat dag na dag aan het eten bent, op een gegeven moment komt het je echt letterlijk en figuurlijk je strot uit. Op een gegeven moment eet je nog bijna liep je eigen scheid. Die woorden laat ik niet houden, maar nee, niet die scheid van 2 minuten geleden, maar Nee, dat kan ik me wel voorstellen inderdaad. Ja, ja. Oké. Ja. Volgende vraag. Wat heb je het meest gemist aan Nederland? Ook de warme douche. Dat was hier allemaal koud. Maar, heel koud. Ga ik even over in het Engels, especially my girlfriend Anulya from India. Mm-hmm. I wish you a very nice wedding of your sister in India, and I'm really looking forward to see you again in 1 week. And I love you. En jij? Oh, wat romantisch. Hij kan wel romantisch zijn. Wat een gentleman is hij. Ja, dat hebben we ook gemerkt in Indonesië hoor, dat al die meisjes die lopen gewoon gillend achter hem aan, want die denken allemaal wat een gentleman is het. Ja. Ja. Ze waren allemaal trouwen. Precies. Ook met Robert hoor. Ja, ze wouden ook allemaal met mij trouwen. Ja, ja. Ja. Ja, helaas. Ja. En wat heb ik het meest gemist? Ja. Dat klinkt misschien heel cliché, maar toch wel een beetje mijn vrienden en mijn familie. Mm-hmm. Je bent natuurlijk de hele tijd weg. Ik ben eerst in Denemarken geweest. Ik ben toen 1 dag in Nederland geweest. Toen gelijk weer vertrokken. Eigenlijk nog nooit zo lang weg geweest van huis. Nee. En dan begin je op een gegeven moment mensen wel te missen. Ja. Ja. Geldt je weet hoe met iedereen gaat. Geldt ook voor mij hoor, inderdaad. Ja, zeker. Ja. Vrienden en familie. Precies. Dat is heel belangrijk, ja. Ja. Maar goed, dit weekend gaan we weer naar huis en dan kan ik iedereen weer zien. En dan denk ik waarschijnlijk na een dag weer van, ik wil weer in Indonesië, want het is allemaal veel te druk. Zaterdagavond, 2 uur 's nachts in het feest. Precies. Ja, nou, ik weet niet of het zo'n feest wordt. Het ligt een beetje aan de jetlag, inderdaad. Ja.
Ja. Laatste vraag van mij. Zou je Indonesië aanraden aan andere mensen? Ja, ik zou Indonesië zeer zeker aanraden. Ja. Het heeft een hele mooie cultuur. Prachtige landschappen. Er is zoveel te zien. Wij zijn 2,5 week geweest. Nou, we hebben echt nog geen peulenschil gezien van Indonesië, zeg maar. Maar wij zijn elke dag eigenlijk al verbaasd over wat je allemaal voor mooie dingen tegenkomt. En dat kan een klein dorpje zijn, dat kan een sloppenwijk zijn, maar het kan ook een grote stad zijn. 10 miljoen mensen in Jakarta, nou je wil niet weten hoe mensen hier rondrijden, wat voor drukte het is. Maar om het een keer mee te maken, om het een keer van dichtbij te zien hoe die cultuur in elkaar zit, dat vind ik wel heel vet. Ja, ja het geldt ook voor mij. Gewoon gaan, laat je leiden in de chaos. Ja. Ga misschien niet naar Bali, het is heel toeristisch, het is niet het echte Indonesië, dus als je echt avontuur wil en het echte Indonesië wil zien, dan lekker naar de andere eilanden gaan. Ja, ja. Ik moet zeggen, als je echt voor toerisme naar Bali gaat, dan is het een prachtig eiland. Maar als je echt een beetje wil leven met de locals, ja, dan, dan is het op veel plekken in Bali toch wel verspilde energie om daar naartoe te gaan. Ja, het is een keuze tussen Indonesië of Patje P in Zuid-Australië. Ja, ja. Nee, dat is zeker waar. Ja, ja, mijn laatste vraag. Wat neem je vanuit Indonesië mee naar Nederland? Poeh, dat is een retorische vraag. Ja, dat ben je niet anders voor gewend, denk ik. Nee, lastige vraag. Wat ik wel wil meenemen, is dat ik gewoon minder wil gaan. Nou, zeuren valt me mee bij mij. Me minder druk wil maken over kleine dingen. Ja. En nou ja, dat komt vooral omdat ik gewoon gezien heb dat die mensen hier hebben zo weinig. Eigenlijk soms helemaal niks, soms leven ze van 3 euro per dag of nog minder. Precies. En toch staan ze zo positief en blij in het leven. Ja. Klinkt misschien heel demagogisch, maar als je hier bent, dan merk je dat echt inderdaad. En dan denk ik van ja, dan maak ik me druk om als ik een van de kloterpotje voor de provincie Friesland moet schrijven. Dus dat hoop ik ook over te brengen op andere mensen. Ja. Dat die ook wat positiever zijn en niet altijd dat gezeur. Nee. Nou, ik heb dat zelf eigenlijk ook wel, als ik kijk wat ik meeneem naar Nederland, natuurlijk een hele mooie ervaring. Mm-hmm. Ik wilde naar Indonesië toe om het land te zien waar mijn opa geboren is. Ja. Dat, nou ja, op het moment dat ik in Jakarta een dag rondliep, dacht ik al van, oh, moet ik nu op het vliegveld naar huis? Dan is mijn reis eigenlijk al geslaagd. Maar wat ik eigenlijk ook wel heel erg mee wil nemen is inderdaad wat jij ook zegt. Maak je niet zo druk over hele onbenullige dingen. We hebben hier mensen gezien waarvan je niet weet of ze aan het einde van de dag te eten hebben. Mm-hmm. Mensen die met twee meter van hun hoofd van een treinspoor slapen. Mm-hmm. Je maakt de gekste dingen mee. En dan denk ik van, nou, volgens mij mogen wij ons in de westerse wereld af en toe wel een beetje minder druk maken over bepaalde dingen. Mm-hmm. En ik heb toch wel heel veel begrip gekregen voor mensen die in armoede leven. En probleem? Porno. Absoluut. Absoluut. Ja. Dankjewel Herre voor dit interview. Ja, dit was ons laatste vlog vanuit Indonesië. Er komt vanuit mij nog één vlog in het Engels over de afgelopen zomer, wat ik allemaal beleefd heb. Daarin hoop ik natuurlijk terug te blikken over wat er allemaal gebeurd is. Mocht je nog vragen hebben over mijn reis naar Denemarken en natuurlijk een fantastische reis naar Indonesië, stel je vraag dan gerust. Heb je nog een vraag aan Herre, dan mag je ze natuurlijk ook vragen. Dan zal ik ze doorspelen naar Herre. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En wij hopen natuurlijk dat jullie hebben genoten van onze vlogs naar onze reis in Indonesië. Tot ziens!